Geert en Geert-Jan ontmoeten dan misschien niet de ware tijdens Boer zoekt vrouw, maar de twee mannen hebben elkaar wel helemaal gevonden. De boeren gaan dan ook met hun wouwies op pad in een limousine. De vraag is dan ook meteen, is dit een date of speelt er meer tussen de dames en Geert, Jan, vandaag de 2GS op pad met de wouwies, is het enige wat Geert-Jan te zeggen heeft onder het kiekje. Het is duidelijk dat hij de namen nog niet op straat wil gooien. Met even verkoeling gezocht op deze warme dag, het was heel heet. Op de terugweg, boer Geert heeft al heel wat vrouwen versleten na het programma. Na Angela en Wendy kwam Ingrid, maar ook zij werd snel aan de kant gezet door de vrouwenverslinder. Wie deze dame in kwestie is, is niet duidelijk, de blondine liet via sociale media dat de boer even niks wil en het bij een kusje is gebleven. Ingrid snapt er niks van, net als veel BZV-fans, boer Geert kreeg er veel negatieve reacties op. En dat stak boer Geert-Jan, die goed bevriend is geraakt met Geert. Boer Geert-Jan kwam dan ook voor Geert op en haalde uit naar Ingrid. Vindt het jammer dat mijn vriend zo wordt afgezeken, schreef hij onder een selfie van Ingrid. Zegt heel veel over de mensen en niet over hem, Geert's ex gaf de boer gelijk. Helemaal gelijk Geert-Jan, verschrikkelijk wat mensen allemaal roepen. Schandalig, maar die reactie haalde niks uit bij de boer, en niet ver van jou, sneerde hij.